Hem. Dan hebben we het de ster met reclames. En er is iets in die sterblokken wat me al weken irriteert. En elke keer denk ik, moet ik er nou wat over zeggen of moet ik er niks over zeggen? Maar het heeft te maken met een reclamespotje van Second Love. En ik begrijp dat die reclames ingekocht worden en dat die dan uitgezonden moeten worden. Maar hoe ben ik daarop tegen, zeg? Ik vind het zo belachelijk. En het is niet alleen dat spotje, het is overal tegenwoordig. Het is maar zo normaal dat als je een relatie hebt of als je getrouwd bent, dat je er een beetje erbij gaat snabbelen. Hey, wil jij wat extra spanning? Meld je aan. Hey, kom bij ons daten. En ik vind dat zo belachelijk. En ik wil niet hier de moralistische gast uit gaan hangen, maar ik zie soms zelfs reclameborden op een treinstation van hey, denk je aan echt scheiden? Kom bij ons langs, dan geven we je advies. En als je zoiets gaat doen, soms gebeurt dat, tuurlijk moet je het dan zo goed mogelijk aanpakken en moet je daar hulp bij zoeken als dat nodig is en moet je daar zo goed mogelijk uitkomen. Maar het wordt tegenwoordig maar zo normaal gevonden. Ik sprak pas geleden een meisje en we hadden het over tatoeages. En zij zei, ja, ik wil misschien een tatoeage laten zetten met de naam van mijn man. Maar ja, je weet nooit hoe lang het goed blijft gaan. Dan loop ik met die tatoeage. Nou, als jij zo in je huwelijk zit, dan gaat het natuurlijk niet werken. Ik irriteer me daar kapot aan. Hoe het tegenwoordig maar zo normaal gevonden wordt dat je maar even kijkt hoe het loopt. Volgens mij, als je trouwt, dan maak je een hele duidelijke belofte tot de dood ons scheidt. En volgens mij is dat een heel helder verhaal, dat je bij elkaar blijft tot de dood je scheidt. En het irriteert, ja goed, zit ik hier te zeiken op de radio, maar het irriteert me echt mateloos. En mocht er iemand luisteren van de ster, doe alsjeblieft dat spotje nooit meer in mijn programma. Doe het maar lekker bij iemand die dat wel ook even. Goed, tot zover.